Frans van Seumelen wilde al eerder een kraanbedrijf oprichten, maar wilde niet concurreren met zijn broer en neven, die bij Mammoet nog de leiding hadden. Toen zij vorig jaar plotseling, na een verschil van inzicht met Mammoet-eigenaar SAV, vertrokken, startte hij met Rollift. Dus lijkt het logisch dat de vertrokken familieleden binnenkort daar ook actief zullen zijn. Nee, nee het is uiteindelijk gebleken dat de jongens fantastisch gedaan hebben. Dat, dat wil niet zeggen dat, dat ik nou weer zeg maar, met mijn familie in Rollift... Zeg maar verder gaat. Dat doen we nou met deze groep mensen die we nu hebben. Van Seumer's terugkeer is opmerkelijk, want in 2005 vertrok hij vele tientallen miljoenen euro's rijker uit Mammoet om samen met zijn vrouw anderhalf jaar door Europa te wandelen, zijn grote hobby. Toen ik de Pyreneeën over was op de terugweg, toen werd ik al een beetje zenuwachtig, want toen dacht ik van ja zo meteen ben ik thuis. En wat moet ik dan gaan doen? Ja, toen dacht ik van nou. Laat maar investeren worden, dat lijkt me wel wat. Jonge mensen een beetje helpen en, uh, en, en kijken dat je daarmee uh, een bedrijf op kunt bouwen. Van Seumeren investeerde in 43 bedrijven, waaronder voetbalclub FC Utrecht. Maar hij verpande zijn hart volledig aan Roldok. Dat hij samen met Wout van der Zwan, afkomstig van zwaar transportvervoerder Jumbo, opzette. Ze ontwikkelden een nieuw soort schepen. Het mooie van de Roldock schepen is dat ze eigenlijk drie functies hebben: hè. ze zijn afzinkbaar. Uh, je kan rol on rol off doen. Uh, plus dat je een zware kraan aan boord hebt, dat je ook kan hijsen. Uh, een ander andere, uh, geitje van, uh, van de schepen van Roldok is dat uh, je op vier verschillende uh, hoogtes uh, zeg maar op en af kan rijden door, uh, door een beweegbaar dek. Inmiddels zijn er twee schepen actief, komen er twee bij en wordt er gemikt op acht stuks. Want de formule slaat volgens Van Seumeren bij de olieconcerns, aannemers en offshore-industrie aan. Zeker nu rollift aan Roldok is toegevoegd. Want wereldwijd zijn er na een paar maanden 50 rolliftkranen actief en werken er al 150 mensen. En die combinatie maakt ons ook weer uniek in de markt, omdat, uh, omdat er geen, geen bedrijf in de wereld is die deze twee disciplines, zwaartransport over, zeg maar over het water, het maritieme transport en het. Transport over, over land en, en installatie, die dat kunnen combineren. En daarmee is Van Seumeren een concurrent geworden van Mammoet. Hij relativeert dat, want Mammoet is vele malen groter. Maar Van Seumeren sluit niets uit. Nou ja, je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Dat, uh, iedereen, heeft zijn, uh, iedereen heeft zijn ambitie. En uh, die heb ik zeker ondanks mijn 62 jaar ook. Dus wat dat betreft, uh, blijven we hier natuurlijk niet stilzitten.